Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering of een nieuwe video op mijn kanaal. Het is geen serie, het is gewoon een random aflevering van een spel waarbij ik, Vincent, een brug gaat ontwerpen die formidabel is, waar zelfs de president een keer een uitje over wil gaan maken na het intro. Oh. Okay, people, let's go to work. Het is misschien wel lastig te begrijpen deze game, maar dat valt echt gewoon mee. Ik laat het je gewoon even zien. Dit is mijn spel. Ik moet om te beginnen, moet ik een weg gaan maken van punt A naar B. Nou, laten we zeggen, ik ga hier een plakje pakken, daar een plakje, daar. Nou, mooi zo. Dat zei ze. Nou, stel je voor, nou zo gaat hij instorten, kijk maar, dat kan niet dit. Zie je het? Hij houdt hem gewoon bijna. En als we een auto eroverheen laten gaan dan, let op. Kijk of hij dat haalt. Ik vrees van niet. Oké. Okay. Niet eens ondersteuning nodig. Oké. Okay. Yeah. Nou, dit was wel echt het lastigste level wat ik ooit heb gedaan. Wauw. Ik wil deze halen. Let op, deze wordt wat pittiger. Ik zal jullie laten zien waarom. Wij hebben een weg. Nou, die weg wil ik een beetje zo laten lopen. En waarom? Dat zal je zo meteen zien. Ik laat hem denk ik nog hoger lopen. Let op. Ja, jullie gaan zo zien waarom. Het is echt vreselijk hoor. Ik ga de ondersteuning zo maken, denk ik. Eentje daar en één daar. En je moet ervoor zorgen dat de brug zeg maar in balans blijft. Dat hij zeg maar... Oh, wat doe ik nu? Oh, raster aan. Kijk, als ik nu play doe, je hebt kans dat hij in gaat storten. Oh! Kan ik dit niet bouwen? Kom op. Oh, mijn budget is op. Nee, het stort allemaal in. Massaal! En daar, let op wat er gebeurt als ik dat doe. Kijk. Hij stort gewoon massaal in. Dat ding. Ja, ik word er niet goed van. En nu? Kijk, hij is te zwaar aan één kant. Waardoor hij dus gaat kantelen. Nou, wat ik dus nu ga doen. Ik ga de evenwicht verdelen. Dus ik ga hem hier nog één zetten. Kijk wat hij nu doet. Het midden zakt! Het midden zakt! Ik maak wat uglies. Ik maak echt wat uglies. Maar dat doe ik gewoon expres. Omdat hij gewoon moet blijven. Het midden! Kijk, als je dit doet. Kijken wat hij nu doet. Kijk. Meen je dit? Meen je dit nou serieus? Zo, play. Ja, daar stort hij in. Daar stort hij in. Nou, dan hebben we wat nodig. Planken. Maar ik heb plankenkoorts. Ik heb plankenkoorts. Dit spel is helemaal niet moeilijk. Maar je kan het moeilijk maken voor jezelf. Autootjes lukt dit wel. Let maar op. Hij staat wel op rood. Nee, op het einde. Genius, Vince. En nog een proof truck. Bam. Doe nog een level. Nieuw materiaal, staal. Staal is duurder dan hout, joh. Maar het biedt meer stabiliteit en de mogelijkheid om lange afzonderlijke onderdelen te maken. Oké. Okay. De weg is makkelijk. Wat gaan we met staal doen, jongens? Ik weet iets. Maar even kijken of jullie het er met me eens gaan zijn. Ja! Let op! Spanning. Te
veld haalt hij. Ik weet niet of hij het gaat halen, jongens. We gaan proberen. Links is hij stabiel, rechts niet. Hij heeft ook helemaal geen ondersteuning, zeg maar. Dat hele ding heeft geen functie, wat ik zie. Wacht, ik weet het al. Dit heeft geen functie. Dit moet hem houden, sowieso. Ik ben gegarandeerd succes. Ik heb het gewoon met de brugbouw, we gaan gewoon nu mee stoppen. En voor je leuke video, geef een goed duimpje, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe video. En bedankt voor het liken, geef een likeje. Ja, het is een leuke game. Maar daar blijft het bij. Doei.